Ook bezoek in de studio. Miss Exclusive is hier bij mij. Daphne Nivel, een zeer goede morgen. Goedemorgen. Ah, je ziet er stralend uit. Oh, dank u. Dat is heel lief van u. Die glimlach is nog altijd dezelfde. Ik zeg Miss Exclusive, maar niet voor lang meer, hè? Jammer genoeg niet. Nee. Het is een kwestie van dagen en dan moet je een kroontje... Is dat met een kroontje bij jullie? Ja, klopt. Het kroontje wordt letterlijk overgegeven aan de nieuwe winnares. Ja, op 29 april is dat. Zaterdagavond hier bij Men TV gaan we die verkiezing uitzenden. Hoe is dat geweest, dat voorbije jaar? Dat is een ervaring wat ik nooit meer in mijn leven ga meemaken. Ik kan alleen maar mooie herinneringen daaraan overhouden. Ja, ik had gehoopt dat het nog langer zou duren, maar ja... Er komt altijd een einde aan. Hè? Een jaar vliegt voorbij. Ja, laat ons eens de klok terugspoelen. Een jaar geleden, de avond van jouw verkiezing. Ja. Als je daar nu op terugkijkt, heb je voldoende kunnen genieten van dat moment? Ja, dat geef ik nu de meisjes ook altijd mee. Eigenlijk heb ik niet genoeg genoten van de show zelf. Je zit zo in die rush eigenlijk van... Oké, nieuwe outfit aan, nu is het dit dansje. En eigenlijk zit je echt... Ja, aan het stressen en je zit in die show en je zit aan het nadenken van... Oké, wat gaat er nu komen? Hoe ga ik me presenteren? En eigenlijk is het eerste moment dat ik echt terug down to earth... of hoe moet ik het noemen? Ja, natuurlijk. Stilstond en dacht van... Amai, dit is hier wel echt allemaal aan het gebeuren. En dat was eigenlijk toen ik de laatste ronde al deed... en dat de punten al binnen waren. En dan, ja... Dan dacht ik van, ja, nu kan ik er ook niks meer aan doen. Dus ik dacht, nu ga ik eens even genieten van dat moment. Het kan de laatste keer zijn op het podium. Dus ja, even stilstaan bij het moment. Ja, dus jouw boodschap aan de nieuwe kandidaten is... Geniet voluit van die ervaring van zo'n mooie avond. Jouw familie, jouw vrienden, hoe reageerde die na de show? Toen je het was? Mijn gezin heeft heel positief gereageerd. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die het u een beetje misgunnen en... mensen heb je ook altijd. Zo zit het leven in elkaar, hè? Ja. Ja. Maar jouw gezin, vertel eens, wie zijn dat allemaal? Dat zijn dus mijn ouders, mijn mama en mijn papa, Marleen en Jean-Claude. En mijn zus Delphine. Ja, mijn zus was ook super fier op mij. Op het beeld ziet je haar ook echt recht springen. Ja, dat was gewoon één euforie. Ja, heb je een vriend? Nee, jammer genoeg niet. Oh! Er kijken er velen, hè, kandidaten. Ja. Ja, straks gaan we het hebben over de verkiezing die eraan komt, hè, op 29 april. Maar eerst een beetje muziek. Zit er bijna op voor Daphne Nivel, dan mag ze zeggen van ja, ik ben hier ex-Miss Exclusive. Ik vind dat een moeilijke naam om uit te spreken op zondagochtend. Ik doe het nog eens, Miss Exclusive. Het klinkt ook allemaal heel chic. Is het ook chic? Het is ook heel chic. Vertel. Het is heel exclusive. Dus ja, alles van begin tot eind is tot in de puntjes afgewerkt. Je kunt echt niks aanmerken. De organisatie is ook... Ja, op alles voorbereid. Ik denk dat mensen die in de wereld zitten... of er naar kijken of het volgen... wel echt zien van... ja, dit is wel echt het van het. Hoe belangrijk is schoonheid? Het is nog altijd een misverkiezing. Maar ik vind dat het complete plaatje moet kloppen. Miss Exclusive gaat ook... Ja, of ik. Het is niet altijd dat de Miss naar Miss Earth gaat... maar naar Miss Earth... gaat je, omdat je ook brains hebt. En dus eigenlijk is schoonheid in combinatie met uw kennis, uw brains eigenlijk, wat ook heel belangrijk is. Ja, en waarvoor had je dan die bagage nodig voor Miss Earth? Wat moest je daar gaan doen? Bij Miss Earth, dat gaat allemaal om de aarde en eigenlijk testen ze u, ze leren u kennen op elk vlak en dan moet je toch wel een beetje communicatief sterk staan. Je moet weten waarover je babbelt. Het is niet zomaar dat je daar naartoe gaat en denkt... nu ga ik hier eens een maandje in de Filipijnen zitten op vakantie. Nee, het is wel echt hard werken. En daar... Een maand? Ja. Oh my god. Ja, dat was echt heel fijn. Daar heb ik zo mooie herinneringen aan overgehouden. Dus, ja. En was jij nog aan het studeren of stond je al ergens op de werkvloer? Nee, toen ik won 7 mei vorig jaar... deed ik eigenlijk mijn stage. En dat was mijn laatste jaar orthopedagogie. Maar omdat ik mij volledig ook wou geven voor de misverkiezing... ga ik nu binnenkort mijn stage afronden. Dus ik ben nog niet afgestudeerd, maar het zit er wel aan te komen. Het komt heel dichtbij. Ja. Hoe jammer is het dat dit voorbij is voor jou? Ja, heel jammer. Maar ik vind ook... Je bent
eens Miss Exclusive, altijd Miss Exclusive. Ah, het is okay. Niet dat ik denk van, oh, nu hoor ik niet meer tot de sisterhood of nu val ik uit de boot. Het is wel elke Miss vanaf de vanaf Miss Exclusive bestaat, is nog altijd wel in de picture. De allereerste Miss zit nog altijd in de jury. Dus het is niet dat de missen wegvallen. Mm-hmm. Wat zijn zo de opdrachten voor die kandidaten volgende week? 29 april? Wat moeten zij dat doen? In de show zelf, ja. Het is een combinatie van alles. Natuurlijk wordt er altijd een beetje gedanst. Er gaan van alle dansjes op het podium te zien zijn. Mm-hmm. De kennis wordt ook getest. Wat wordt er nog allemaal? De catwalks. Er zijn verschillende defilés. Er is een defilé met fashion defilé. Er is ook een defilé met bikini aan. Een defilé met een mooie avondjurk. Ja, zo gaat het. Ja, het is een combinatie van alles eigenlijk. Wat vond jij het moeilijkste die avond, vorig jaar, 7 mei? Moeilijkste opdracht? Ja, ik denk waar ik het meeste stress voor had. Wij moesten een hashtag trekken. En ik had heel veel stress voor welke hashtag het zou zijn. Want je kunt je daar niet op voorbereiden. Je weet wel van, oké, ik ken mezelf door en door. Als ik een bepaalde vraag zou krijgen, ken ik mezelf goed genoeg om daarop te antwoorden. Maar toch heb je stress voor je antwoord, want je wilt dat winnen. En je wilt een goed antwoord neerzetten. Je wilt niet met je mond vol tanden komen te staan. En welke vraag kreeg jij? Ik had hashtag Colors of the Earth. Ja. En daar moet je dan om te improviseren en iets vertellen? Ja, improviseren kun je niet echt, want je moet er wel juist op antwoorden. Ah, daar hoort een vraag bij dan. Ja. Ah ja, oké. Amai, spannend. Straks gaan we nog hebben over jouw aandeel in die show die eraan komt hier op MenTV op 29 april om 8:30 op dit scherm dus. Maar eerst muziek. Miss Exclusive zit hier naast mij. Ik heb al geleerd dat je, als je Miss Exclusive bent, dan is dat niet voor een jaar, hè? Dan is dat voor altijd. Dat is één familie. Ik luister goed naar jou, Daphne. Ja, maar toch, het wordt ook een nieuwe gekozene Miss Exclusive. Dat is op 29 april live te zien hier op MenTV. Spannend, ook voor ons. Maar heel leuk om naar te kijken. Verschillende opdrachten. En jij krijgt daar ook een rol in die show. Wat wordt het? Ja, heel leuk. Ik kijk er ook echt naar uit om de show ook terug mee te maken. Want nu is dat ook helemaal anders. Ja, vorig jaar was ik finaliste. Nu ben ik de Miss. Het is iets compleet anders. Nu mag ik dus eigenlijk de dansjes meedoen. De dansjes die de finalisten hebben aangeleerd. Daar heb ik dan ook een mooie rol in. Mm-hmm. De défilés doen alleen maar de finalisten. Want daar krijgen ze dan ook punten op. En dan is het kroontje doorgeven. En daar heb ik weer een aandeel in. Ja, elk jaar zie je wel een blooper. Of is dat niet zo? Iemand die valt of iemand die... Ja, had jij dat ook? Ook al ben je gewonnen vorig jaar? Ja, ik had wel een grote blooper. Oh? Ja, ik heb de kroon laten vallen. Oeh, dat is juist. Dat was ik even vergeten. Ja. En ik denk veel kijkers ook. Ja, klopt. Ja, ik kon er niks aan doen. Het was zo, het gebeurde. En terug oprapen, opzetten, de show must go on, ja. Ja, en die moet jij dus volgende week aan de nieuwe Miss geven, of niet? Ja. Ook dat hoort erbij. Allee, wat zal je aantrekken volgende week? Heel mooie kleding. Het is allemaal op maat gemaakt. Dus ik raad de kijkers aan om te kijken, want het is echt de moeite waard. Ja, en misschien kijken de kandidaten nu ook mee en de familie van de kandidaten. En kan je hen nog een beetje raad geven? Nog een paar tips? Blijf vooral uzelf, ken uzelf door en door en geniet vooral van dat moment, want het is zo voorbij. En als je de nieuwe Miss wordt, geniet van je jaar, want dat is ook zo voorbij. Geniet gewoon van alles, geniet van het leven. Oké, bedankt voor je komst. Dank je. Ja, en geniet er ook van volgende week. Hè? Ja, zal misschien toch op het einde met een traantje zijn, want dan is het toch een beetje voorbij. Klopt. Maar wij vonden het zalig om jou hier te hebben. Ja, ik ook. Dank je. Merci.